KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. Welkom dames en heren bij de tweede speelronde van de Eredivisie. Willem 2 vandaag tegen Heerenveen. Ja. En naast mij zit de enige echte, de man himself, Bassie Steentje. Nou, ja, dat zou je toevallig hebben. Wat een leuke aankondiging. Ja, zo ben ik dan ook alweer. Nee, dat doe je goed. Vindt leuk. Nou, we hebben dus een potje. Ja. Het is een potje inderdaad. Dat heb je scherp gezien. Twee nieuwkomers. Ja, inmiddels zijn er geen nieuwkomers meer. Maar... Floris van Heerenveen, verloren. FC Groningen. Hij Floris. Volgende keer. Ja. Dat was Floris niet goed bezig. Nee, maar weet je wat is? Dat was gewoon een goede pot. Goede pot, zeker. Een goede pot. Willem II gewonnen van NAC Breda, van Menno Bouwhuizen. Ja, was op zich een derby. Een derby. Was helemaal geen onaardig potje trouwens. Ook de eerste leg 1-1. Tweede leg toch de tweede overwinning. Dus ik durf het eigenlijk niet zo goed te zeggen, Bas. Nee, ja, kijk, van Nick Den Hamer kan je verliezen natuurlijk. Tuurlijk. Dat is ook wel een outsider in deze competitie. Ja. Ja, verder is Floris wel bekend als AC Milan supporter. Ook dat, ja. Floris ACM. Ja, Team Gullit. Team Gullit ook nog, ook als je het toch over Milan hebt. We hebben het toch over. Ja, hij speelt er ook mee, hè? Je ziet hem, aan de bal zelfs. Ja, ik denk ik had dat met Rolo, misschien staat dat wel in zijn contract. Ja. Dat hij met Gullit moet spelen. Ja, ik kan je vertellen, Bas. Ook al hadden ze geen contract. Ik wou zeggen, die staat bij elk team erin volgens mij. Ja, voor mij is hij 18 keer opgesteld deze eerste speelrondes. Ja. Poel B er trouwens. Poel B waar ook PSV in zit. Is aardig. Is aardig. Aardig poe aas er ook, ja? Maar... Nee, aardig. Oh, aardig. Is oh, aardig zo aardig dat oh, ja. Nee, heb je gelijk in. Ja. Het is een aardig poel, tuurlijk. PSV. Praat ik zo onduidelijk? Ja. Ja, oh. Maar voor mij, ja, toch een accentje. Ja, sorry. Ik kan niet volgen. Zal ik iets harder zetten? Oké, top. Hallo. Hallo. Ja, we zijn er weer. Ja, goed. We zijn er weer. Hier is Willem 2 in de aanval. Onderschepping. Ronaldo. Zo. Dan is het 1-0. Floris baalt. 1-0 Willem 2. Ja. Willem 2 is er duidelijk blij mee. Is gewoon een hele mooie goal. Ja, zoals de kameraden nog steeds blijven zeggen, je moet slicen, neef. Vieri zou zeggen, je moet slicen. Ja, hij heeft hem toch aardig gesliced. Hij heeft hem aardig gesliced in deze situatie. Kijk, normaal gesproken snijden mensen aan twee kanten, maar dit was gewoon een eenzijdige slide. Ja, ik zou even mijn mond verstanden, Bas. Dit gaat mij te ver. Hebben we nog een klein slokje en een klein flesje? Zo, wat een unit van een fles of die, zeg. Ja. Wat een ongelofelijke unit. Dat is meer mijn formaat. Die heeft flessen. Een heel waterbassin bij zich. Bassin. Heel waterbassin. De meeste mensen die douchen gewoon in het hotel, maar ik kan gewoon met deze gewoon een douche maken, man. Hij heeft een mobiel bij zich. Floris die baalt, die had er zelf toch ook misschien meer van verwacht. Hij heeft toch geen gelukkige start van het seizoen. En Floris weet ook, als hij deze verliest, dat de kans gewoon dat het er niet door is. Floris. Ja nee, klopt. Ja, dan heeft hij 0 punten uit 2 wedstrijden. Dat is quick maths. Quick maths. Dat is ook niet veel trouwens. Nee. Hier is trouwens wel de 1-1 niet. Wat een bizarre redding zit dan. Wat een bizarre redding buiten het spel ook trouwens. Dit is mentaal. Dat was sowieso niet doorgegaan. Buiten spel. Offside voor de Engelse kijkers. Offside. Offside. Ja, ik gooi ze eruit. Ja, helemaal vervelende talen. Oké, hoe noem je het in het Duits? Ausspielen. Helaas. Buiten, wat dan? Ik weet het niet. Je weet wel dat het zeker precies, niet is. Precies, dat heb ik nog nooit gehoord. Dit. Goed. Nee, precies. Heerenveen in aanval met Team Gullit. Oh nee, Ruud Gullit, sorry. Hier is Arnijn. Oh, wat een mooie beweging afgelegd. Komt er wel doorheen, niet doorheen, wel doorheen. No, nee, niet doorheen. Jongen. Nee, maar Junior. Senior is thuis gebleven. Gullit aan de zijkant toe, Eusebio. Zit op de over de balie. Zijn toch wel kantjes voor Heerenveen. Die wilde geen gras over laten groeien. Nee. En meteen reageren. Hier, Gullit, die gaat het net niet redden. Ah, het is nu toch voornamelijk Heerenveen. Zijkantje op Cruijff. Cruijff met nummer 9. De box in. Het is een kleine disrespect. En dan is Johan. Mooi gedaan. En dan is het weer geen 1-1. De keeper is goed, hoor. De Gea. Die had lekker te keeper. Ja, die heeft het naar zijn zin. Een paar katachtige reflexen. Ja. De veilige handen van David de Gea. De Gea. Ja, maar ik heb die met jou al vaak over gezet. Ja. In vorige wedstrijden ook, die wij samen van Nee, ik heb dit van Koen Weiland geleerd. Maar dan is het zo. Ah, Koen kan toch aardig wat je Spaans. Ja, maar ik ook. Nu jij weer. De G spreken we uit als G. Net zoals je dubbel L uitspreekt als J. De Gea. Precies. Goed. Ondertussen is het Willem 2 die op het middenveld actief is. En die zocht de aanval, maar dan werd er geblokkeerd door... De speler van Heerenveen, wederom weer, maar het pakt elke keer goed uit van Willem 2. Floris probeert druk te zetten, maar Willem 2 komt er onderuit, nu niet meer. Hier de overname. Eusebio. Eusebio. Dat zag je ook heel apart uit, hoor, Bas. De Eusebio. Oké. Okay. Ja, Eusebio. Mijn Portugees is niet wat het geweest is. Ja, precies. Hier dan. Voorzet, valt goed.
als je zo'n goal tegen krijgt, dan zal je wel balen. Want ja, je verdediger gaat ervoor. Ik vind dat de lekkerste goals. Nee, maar om tegen te krijgen. Jawel. Maar die verdediger had hem eigenlijk weg moeten kopen. Ja, maar goed. Die hem nu niet tegen krijgt, moet je ook ongelooflijk veel van geluk spreken. Bas kijkt maar aan op een manier alsof hij het niet helemaal eens is. Maar hier is gewoon geen spel tussen te krijgen. Ik weet niet wat je nu bedoelt. Cruijff, voorzet. Voorzet. Nee, niet. Dat doen we e-sporters niet aan, heb ik geleerd. Terugleggen. En dat werkt op die manier. Ja. 1-1. Flores. Flores, ja, ja. Arnaud Ronaldo. Ronaldo. Arnaud met nummer 8. Ja, dat kan ik ook slecht tegen hoor. Ja, ik ben blij dat toch iemand heb gevonden hier bij het commentatorsteam die daar ook niet zo lekker op gaat. Kijk, als je Cruijff nummer 9 geeft, ja, dan is het toch een kleine disrespect. Dan snap je er ook weinig van inderdaad, ja. Wij hadden zelf anders gedaan, maar goed, wie zijn wij? Goed, wie zijn wij? Hier Neymar aan de zijkant weer. Wij zijn maar wat niets nutten uit het online circuit. Niets nutten wil ik niet zeggen, maar ja, voor mezelf niet. Voor jou misschien wel, maar voor mezelf niet, nee. Ik vind het een leuke wedstrijd tot nu toe. Het gaat beide kanten op, het is attractief, veel kansen over en weer. Lastig in te schatten wie er hier aan het langste eind gaat trekken. Attractief. Maar dat is het ook echt. Zeker. En het is natuurlijk een 6-punten-wedstrijd. Nee, maar het is wel, ja. Maar het is wel een duel die ook daadwerkelijk inderdaad beide kanten op gaat. Je zag naar de 1-0 dat Heerenveen wat dominanter was. Nou, nu zie je toch beide kanten weer opvliegen naar de 1-1. Dus dat is interessant. Nee, helemaal waar. Niks aan gelogen. Maar hier is niks aan gelogen. Ronaldo, gaat hij voorzetten? Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet meer. Zo werken wij niet. Oh. Deze bal wordt opgepikt door Maldini, Vieira en via Neymar kan hij naar het centrum toe. Maar risico nemen doen we niet. Nee, ze zijn wel redelijk behouden vooralsnog. Op zeker. Gewoon even op safe. Even de bal goed houden. Nu dan. Rienne Fijn. De bal moet naar links. Oh, is. Hoeft niet, want hier. Te weinig kracht. Tennisje. Was ook wel ver. Het zijn natuurlijk twee nieuwe namen. Deze pool is doordrenkt van nieuwe namen. We hebben natuurlijk Stefano van PSV. We hebben van AZ hebben we een nieuwe. We hebben dus deze twee ploegen. Eigenlijk alleen Menno en Nick zijn gevestigde namen in deze pool. Zeker. Dus wat dat betreft interessant om te zien hoe deze nieuwe namen zich gaan settelen in zo'n competitie. Dat zeg je goed. Ik zeg maar, is ook zo, echt zo. Ik vind dat mensen onderschatten hoe groot de invloed is van de omgeving. Ik hoop zeg maar dat de luisteraars en kijkers ook datzelfde gevoel hebben wat wij zo hebben als commentatorstudio. Dat we toch wel die lol erin houden. Ja, natuurlijk moet je ook hebben. Moet je ook hebben, want het is natuurlijk uiteindelijk toch je moet ook niet te serieus nemen, want de e-sports zijn zelf al heel serieus. Je moet een beetje het contrast bieden. Beetje bravoer. Bravoer? Ik heb Amstel Heineken, maakt niet uit als er maar leven in de brouwerij komt. Zo is het ook alweer. Oh. Ja. Dat kan natuurlijk op deze manier. Leven de brouwerij door namelijk een grote kans te creëren. Hier afleggen, hangen. Rebound, die hangt zeker. Wat is dit dan? Wat is dit dan? Ronaldo! Wat doet die dan? Wat is dit? Dit is een hele zieke kans. Flores is gedoken door, want dat is toch 9 van de 10 keer? Nou, ik kan je vertellen, 99 van de 100 keer. Oh, je moet weer beter doen. Je moet weer leuker doen. Nou, ik ben Milo. Bustifa D. Wat is dit dan? 99 van de 100 keer. Nou, dan houden we het op 9 van de 10 keer, Bas. Prima, joh. Nee, wat man. Nee, wat jij wil, prima, joh. 49 van 50. Goed, het is weer ook kinderachtig doen. Cruijff. Cruijff. Nou, en nu dan? Toch de grootste kansen voor Heerenveen. Ja. Ja, hoewel die bal al onderkant lat. Ja. En dan gaan we rusten met een 1-1 stand. Heerenveen toch de betere statistieken. Wat valt er te lachen, Milo? Nee, niks. Je bent ook bezig, Bas, jongen. Dankjewel. Ga vooral zo door. Precies, ik doe mijn best. Oké. Misschien nog wel meer dan de rest. Bas, even nu een serieuze noot een keer. Zeker. Wat is hier jouw voorspelling voor de tweede helft van deze wedstrijd? Ik verwacht een overwinning van Flores. Ik ga gewoon meteen met de deur in huis vallen. Oké. Zeker niet onder stoel of bank of ander meubilair. Nee. Ik ben... Maakt jou niet uit, even. Gezien de kansen en de statistieken en natuurlijk het moeten van Flores. Die Flores die combineert een paar sportdrankjes met elkaar. Ja, ik weet niet of dat helemaal wenselijk is. Hoor. Dat gaat dan die tapt eerst uit een flesje. Het wordt ook een bepaalde de combinatie van een soort emulsie. Ja, ziet, Hij trekt helemaal wit weg. Ja, dus. Dit gaat niet goed. Is er een ambulance in de zaal? Dokter! Oi. Nee, we gaan ervan uit dat het allemaal goed komt. En zo niet dan niet. Ja. Misschien is het wel zijn dagelijkse routine. Dat zou kunnen, ja. Nou, niet dagelijks mag ik niet hopen. Maar... Nee, maar in ieder geval wel met FIFA gecombineerd. Precies. Wel, ja, hij zal trouwens toch wel dadelijk FIFA spelen, neem ik aan. Lijkt mij ook. Het is immers zijn job. Teamgelid. Dit is uit echt een aardige bal. Team Hallit. Ik weet niet wat er toegevoegd was. Het was de Engelse variant. Oké, dat is goed om te weten. Ook voor de internationale kijkers is inderdaad goed dat je dat voor even de kijkers van E-Division. Inderdaad belangrijk. Hier is Walker. Dat die niet achtergesteld worden.
Wauker legt hem af. Eusebio. Combineert. Hier, ja, mooi weggedraaid. Het moet hangen. Ah! Oh, als, ja, dit is niet normaal. Hij zegt zelf die vloog zit te lachen. Maar die vloog, dit is zo bizar. Hij mist zo ongelooflijk veel simpele kansen. Maar hij heeft ook pech hoor. Tuurlijk, 100% pech. Hier doe je niks aan. Maar ook zo'n kopbal voor open doel, dat hij dan weer op de lat komt. Weet ja, je. Ja, dat, ja, dat is zo ziek. Het is niet eens alleen die eerste, maar ook dan die rebound die er dan in valt. Ik vind dat die boys zo rustig zijn. Ja. Ja, ik vind het toch aan de ene kant ook jammer, maar ik snap het ook wel. Het is natuurlijk allemaal getraind en je moet focussen. Ja, nou, je ziet bij Floris hier nog wel een beetje mimiek. Die zit nog wel een beetje te lachen als hij zo'n kans mist en zo, maar hij blijft nog redelijk cool. Hij kijkt ondertussen even op de menukaart van. Ja, wat hebben we allemaal? Bij Bang Bang Inclusive. Ja. Nou. Maar, ja, Willem II blijft. Ja, die kan wel heel boos worden, maar ja, hij heeft alleen maar geluk. Dus ja, nou ja, alleen maar geluk. Dat is natuurlijk niet zo bedoeld. Maar in deze situaties heeft hij. Hij komt best wel een paar keer heel goed weg. Hij komt goed weg. Dus hij kan er wel gaan juichen of weet ik veel wat. Ja, maar hij zal toch ook gewoon baden dat hij die kansen weggeeft. Hij had zelf ook één grote kans inderdaad, waar Heerenveen goed wegkwam. Maar Heerenveen heeft meer kansen gecreëerd dan Willem 2. 100%. Gullet hier. We gaan nog rustig even door, want Heerenveen, ja, dit is wel slordig. Heerenveen blijft toch het meest op de deur. Bonzen. Soms wil je het er graag. Dat is ook zo, ja. Dan moet je even de rust bewaren. En even terugkomen tot jezelf. Je moet dicht bij jezelf blijven. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Maximaal uit jezelf halen. Want eindstand doe je het niet alleen voor jezelf, maar ook voor het volk en de achterban. Tuurlijk. Je draagt een vlag uit. Nou, niet zomaar één. De Friese vlag. De Friese vlag. Of de Willem II vlag. De Tricolores. Ja, de Tricolores. Mag ook niet onderschat worden, hoor, die impact die het heeft. Ja? Ik weet dat heel Tilburg uitgelopen is voor deze wedstrijd. Ja? Echt? Ja, serieus. Wel een stukje reizen naar Heerenveen toe, maar goed. Heb je maar ja, dat is een aardig stuk inderdaad. Hebben ze het wel voor over, heb ik begrepen. Dat zijn de Heerenveen, hier lekker aan het combineren. Lekker, die gaat Frank lekker. Opening op rechts. Nee, niet. We gaan geen risico's nemen. Door, komt niet aan. Willem II mag het gaan proberen. Die is een beetje onrustig. Dan kan Willem II profiteren. Vrije trap. Ja. Ik vind het eigenlijk bizar dat er nog maar twee doelpunten zijn gevallen met zoveel kansen. Inderdaad. Hou maar de woorden uit de mond, chef. Ja, je wilt het ook zeggen. Hè? Ik zag het daar. Klopt. Even kijken. Hier gaat Willem II rustig die opbouw proberen te zoeken. Kijk, het dingetje is wel natuurlijk. Willem II heeft al 3 punten op zak. Tuurlijk. Heerenveen niet. Dus die zou eerder geneigd zijn om de aanval te zoeken. En dat levert misschien meer uit over Willem II. En dan hangt hij toch. En die scoort. Dit is heel bizar. Dit is dus exact wat ik net wou gaan zeggen. Ja, maar ik moet je ook niet anders dan gelijk geven. Ik kan je niet anders dan gelijk geven. Dit zijn de mooie momenten in het commentatorsvak. Dat je even je gelijk krijgt. Nou ja, dat je gewoon een verhaal vertellen en dat het meteen uitkomt. En Floris die schudt het hoofd. En dat is wel enigszins te snappen. Tuurlijk. Maar daar heeft Willem II maling aan. Ja. Ja, zeker. Nee, maar wat voor Floris natuurlijk wel lekker is, is dat hij weet. Hij speelt goed, hij creëert kansen, alleen het valt net even verkeerd. Maar je weet, ik heb nog een hele tweede lek. Ik heb zelfs nu nog even wat. Die hele tweede lek kan ik nog. Het is één doel op het verschil, weet je wel. Je kan alles nog goed maken. Inderdaad. En Fieri, die vindt het allemaal prima. Ja, die vindt het hartstikke prima. Die staat lekker met 2-2 voor. Die legt hem wel lekker binnen, allebei 4-2-3-1. Als een struiker over in de nacht gaat hij met de punten er vandoor. Als een straighter in the night. Straighter in the night. Mooi. Straight. Mooi gesproken. Doe je leuk. Doe je leuk. Ja, maar even heel erg op de zaken vooruit lopen nu. Ja. Mocht Fieri deze winnen. Dan loop je heel erg op de zaken vooruit. Ja, maar ik loop heel erg op de zaken vooruit. Daarom zeg ik het ook alvast even. Ja. Dan heeft hij dus 6 punten. Hè. Besef dat wel. 6 dat punten. Is, knap op prestatie. Na twee van de 5 wedstrijden, dan ben je eigenlijk al veilig. Mm, wow. Voor de top 4 in ieder geval. Ja, dat wel. Dat wel. Ja, nou, dan ben je veilig, voor mij betreft. Nou, nee. Want je hebt er nog steeds niks. Nee, maar als je eerst of tweede wordt, heb ik nog steeds niks. Dan moet je nog de hele knock-out fase in. Ja, maar dan heb je wel de knock-out fase bereikt. En in 3-4 dan niet. Ja, oké. Okay. Prima, jongen. Je bent goed bezig, Bas. Je komt er 2-2 aan. Nee hoor. Hier niet. Ja, maar het is heel ziek. Het wordt nu een beetje schrijnend ook. Ja. Het wordt schrijnend. Doe nu bij die Pina aan de ogen. Pina aan de ogen? Ja. Dat heeft hij nou Stefano Pina? Ik dacht, wat heeft hij nou over? Pina aan de ogen. Oei, oei, oei. Okay, oh. Oh, Willem II gaat het leuk doen. Gaan we het leuk doen. Willem II gaat even de clown uithangen nu. dat wil ik niet zeggen, maar de acrobaat toch wel, ja. Nee, maar het is toch leuk voor het publiek. Ho, kijk eens. Het oog wil ook wat. Koekoek. 2-1 voorsprong. Hij zou het balbezit willen behouden. Ja joh, stat boost. Ho is. Dit is riskant. Houdt wel de bal in de ploeg. Maldini gaat er achteraan. Tikt hem naar zijn amigo Blank achterin. Ik mag amigo zeggen van hem. Ja? Ja. Sterk. Walker naar Cruijff toe. Willem II die nu even een langdurige fase van balbezit aanhoudt. Met Ruud Gullit. Ruud Gullit. Ik mag het toch zeggen op mijn manier, Bas, of niet dan? Sorry. En je praat zo Engels, dan denk je, ja, dan moet je hem ook wel afmaken. Excuses aanvaard. Maar dan is het ook klaar. Dan is het ook klaar afgelopen. Het is nog niet klaar voor Heerenveen, want die... Tuurlijk niet. Zal met een heel zuur gevoel
dadelijk de desk verlaat als het zo blijft. Ja, omdat hij toch twee sportdrukken zijn alweer verslagen. Ja, dan is het, moet je sowieso even de benen strekken, anders komt die druk op de knieën te staan. Ja, als de vraag net zo zoet is als de drank is, dan wordt het nog een mooie uitslag voor Heerenveen. Ik ben benieuwd. Maar voorlopig is het Willem 2. Willem 2-1. Dat is een ouderwetse grap. Ja, die doe je simpel. Ja. Wel ook gevonden. Willem 2 inderdaad in de balbezit hier. Cruijff. De handbalformatie is opgesteld. Ja. Hier, bal ja. Verloren en de omschakeling van Heerenveen. Nu dan. Nu is er ruimte waarschijnlijk. Ja, maar een paar mensen voorin. Er zijn veel mensen achter de bal. Walker gevonden. Die de zijkant kan bestrijken. Kevin De Bruyne. Gullit. Doet hij heel leuk. Ja, nog zo eentje er maar. En dit is toch ja, wel dit is mooi gedaan. Oei. Ja, een beetje snel geschoten. Nou, hij hoopte misschien dat de keeper handmatig naar de verre hoek zou gaan. Ja, ja, maar in de korte hoek... te kunnen verrassen. Even van een hele koude kermis die thuiskomen. Uit Tilburg de kermis. IJzig. Daar is het fris hoor. Doeltocht had genomen, worden nog 10 minuten in deze leg te spelen. Maar goed, we weten ook één doelpunt verschil met nog een hele leg te spelen. Waar praten we over? Wat praten we over? Ik wil dat niet zeggen op die manier, maar jij doet het toch. Ik wist dat je het zou doen. Ik ga wat voorzetje voor open doel. Nee, maar weet je, we hebben heel vaak gezien in deze E-divisie tot nu toe. Ook al gaat nog maar een paar punten gespeeld. Voor jezelf. Ik heb al heel vaak gezien in deze E-divisie, Bas. Prima wat jij wil, jochie. Je bent goed bezig, Bas. Ik ken niet met je geknikkerd, jongen. Kom eens. Nee, maar we hebben al heel vaak gezien dat een achterstand, hoe groot die ook is, omgebogen kan worden. Zeker. Dus een eendoelpunt verschil met nog 90 minuten te spelen. Ja, ik ben benieuwd of dadelijk meteen vanaf de tweede set een aanvallende opstelling tevoorschijn komt als de stand zo blijft. Hè? Tweede set, je begon tennis. Nou, sorry hoor, ik wist niet dat je zo streng was. Ja, dat ben ik wel. Zo. Dat weet je het nu. Collega en coach, zie je merk ik al. Toch mentaal moet je een beetje ondersteuning bieden. Kijk eens, Ronaldo. Dit is mooi gedaan. De 1-3 zou nu echt wel een flinke tik zijn hoor, mentaal. Dat is inderdaad waar, Milo. Vieira. Balverlies. Nee. En een weer balverlies. Geleerd. Hij wil de bal in de ploeg houden. Willem 2 lijkt hem even rustig uit te spelen. Zo op deze manier. Tikt hem. Ja, van dit is, poppetje. Dit zijn die mentale. Voordeel wordt gegeven. Dit zijn die mentale vrije trapjes. Ja, die is lekker. Even wat tijd wegtikken. Legt hij hier waarschijnlijk heel kort af. En gaat dan opnieuw beginnen aan die aanval. Ja, de zijkant op. Gullit gaat hij hem voorgeven. Ja, wordt nu voorgegeven en niet ingekopt. Misschien nog één kans dan voor Heerenveen. 2 minuten extra tijd. Team Gullit nu. Eerste daarvan is weer ingegaan. Neymar, even met Baldini. Oh, goeie actie. Die mooi, heel mooi uit de linkerkant. Doet hij niet. Wordt het gezien, wordt het niet gezien? Nee, risico, het niet ja, gezien. Het wordt wel gezien, maar overgeslagen. Ik koos hem niet te doen. En ging wel de andere kant. Walker. Moet voorgeven nu. Bestaat het niet te doen. Nee, voorgeven dat bestaat niet in de e-sport. En dit is dan helemaal zo. Dit is, valt dan even verkeerd. En dan is het afgelopen. Wint Willem 2 hier de eerste leg van de Heerenveen. 2-1. Precies. Niks meer aan toevoegen. Heel mooi. Tot zometeen. Tot zometeen, jongens. KPN en Fox Sports. Partners van de E-divisie.